Ötzi, Ötzi, Ötzi. Laatste Nederlandstalige cd maar doen, ja? Oh ja, net zo makkelijk. We zijn van de Nederlandstalige plaat die ik gemaakt heb. Dierenpark, voorheen oude Hans Dierenpark. Mocht niet van de rechter. En die werd steeds krommer. Hier weet ik niet. Dit is Poppy Doll. Hij was 51 jaar jong. Alle vrouwen huilden als hij zong. Van hem niks verdomme, dat het leek. Of je zit niet bewijzen in de house of take. Hij droeg hippe gimpe, dieselbroek. En ook zijn artisikkie ging erin als koek. Bij jonge meisjes, ja, niet bij zijn vrouw. Die eigenlijk al 30 jaar iemand anders wou. Zo is het leven van een oud poppiedoel. Niet wat voetbal, maar hij maakt nooit meer een goal. Hij maakt nooit meer een goal. Dit is zijn allerlaatste Nederlandstalige cd. Dit is zijn allerlaatste Nederlandstalige cd. A. G. Op nummer 1. Zijn vrouw verdwenen, hij is alleen. Wel blij dat hij zo goed acteren kan. Want huilen, nee, dat zie je niet als man. Zo is het leven van een oud poppiedoel. Die nu al voetbal, maar hij maakt ook meer een goal. Hij maakt nooit meer een goal. Het is zijn allerlaatste Nederlandstalige cd. Dit is zijn allerlaatste Nederlandstalige cd. Dit is de allerlaatste poep. Wil ik eigenlijk doen, maar het is heel. Het is heel. Het is van de vorige singer-songwriter, denk ik. Hè? Ja, van een oude singer-songwriter. Ja, heel oude. Ja, schaamhaar. Ja. Een poepkapje? Een poepkapje.
een plopkapje voor de wind en die heeft haar afgegeven. Ja. Wat ging je ook weer doen, Boes nu? Hey girl, maar ja. Oh, hey girl.